Lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus, we hebben er genoeg van om steeds weer te zeggen dat we er genoeg van hebben. Vraag aan iemand die aan de protesten in de Verenigde Staten deelneemt waar die protesten over gaan. En het klinkt over het hele land het voor de zoveelste keer aan de kaak stellen van politiegeweld. Een leider van een protest in Washington, D.C., spreekt vlak voordat om 7 uur 's avonds de avondklok ingaat. Hij zegt: hier op deze plek, waar Dr. Martin Luther King, en je ziet dan dat metershoge standbeeld van wit graniet achter hem, is vandaag de eindhalte van ons protest. Dit is heilige grond, spreekt hij. En vandaag hebben wij laten zien dat we er genoeg van hebben om steeds weer te zeggen dat we er genoeg van hebben. Onderdrukking is een diep geworteld monster dat wij langzaam aan het uitroeien zijn. Zo spreekt de leider van dit protest. En op 28 augustus 1963 spreekt Martin Luther King op de trappen van het Lincoln Monument. Daar zegt hij te dromen van de dag waarop Amerika zijn belofte van gelijkheid zal waarmaken. Nu, ruim 50 jaren later, bijna 6 decennia, moeten de protestanten opnieuw de Jordaan over om zich de bevrijding van de Rietzee uit die jaren opnieuw innerlijk te maken. Want het is een herhaling van een activistische burgerrechtenbeweging zoals we die toen hebben gezien. En dat is een bevrijding die eigenlijk nooit voltooid is. Zoals in het Bijbelverhaal vrede voltooide bevrijding is, maar bevrijding slechts beginnende vrede, lijkt het alsof datgene toen waarvan we eigenlijk zeiden dat het misschien wel was voltooid, nu moeten vaststellen dat dat nog steeds in zijn kinderschoenen staat. Dat bevrijding nog steeds beginnende vrede is en dat die bevrijding nog langer niet voltooid is. En het is een journalist die veel in de Nieuwe Poort komt, die veel inspireert. Een leeftijdsgenoot die voor de Groene Amsterdammer schrijft en waarvan het Financiële Dagblad eigenlijk zei: nou ja, als je dan toch naar Washington D.C. gaat, kun je dan ook niet voor ons schrijven. Niet wetende dat hij misschien daar in Amerika een van de meest interessante perioden uit de geschiedenis zou meemaken. En zijn laatste artikel, zowel in beide media, heeft de titel Protest als kerkgang. En dat is het eigenlijk. Die activistenleiders zijn niet predikanten, maar ze voelen zich geroepen om voorop te gaan. Het is eigenlijk een liturgie, zo wordt het beschreven. Protest als een kerkgang waarbij men begint te lopen, waarbij men op bepaalde symbolische plekken stilhoudt, waarbij men op de knieën gaat zitten, waarbij men 8 minuten en ik geloof 23 seconden vasthoudt, precies het aantal seconden waarop Floyd op de grond zou worden gehouden. En, heel interessant, er wordt gebeden. Er wordt gebeden door mensen die gebruikelijk naar de kerk gaan, maar nu even op dit moment uiteraard ook in Amerika niet naar de kerk gaan. En heel veel door seculieren. Mensen die eigenlijk in de afgelopen jaren misten in Amerika dat gevoel van saamhorigheid. Tot op het bot verdeeld. En nu komen ze er eigenlijk achter dat dat protest, zoals wij in de Thomaskerk protestanten, we protesteren omdat we protestisch getuigen voor iets, misschien nog niet eens een doel hebben, maar dat dat protest een doel in zichzelf heeft. Dat die hele kerkgang eigenlijk zinvol is op zichzelf. Zoals je niet zou moeten vragen, ja, waarom vieren we eigenlijk avondmaal? Waartoe dient dat? Eigenlijk is dat het einddoel. Het met elkaar zitten op die grond. En het zijn fascinerende beelden en het wordt fascinerend beschreven hoe eigenlijk men op die grond zit en daar zomaar het Onze Vader begint te bidden. En precies in Jozua is men eigenlijk met die kerkgang bezig.
De ark van het verbond wordt getild. Ja, wat is dat eigenlijk? U weet wat, misschien wat een tewa, een ark is. Het komt op twee andere plekken in de Bijbel voor. Een ark wordt genoemd op de eerste plaats bij Mozes. Mozes wordt de vondeling gelegd. En we hebben dan eigenlijk geleerd op de zondagsschool, want dat klinkt fijner, dat het een rieten mandje is. Maar er wordt beschreven dat die zo wordt gemaakt zoals Genesis 1. Het is een ark die heel zorgvuldig, eigenlijk op een werkplaats, el voor el wordt gemaakt. En dat is die ark. En die ark herhaalt zich natuurlijk inderdaad bij Noach. En nou komt hij opnieuw voor. Iets wat de storm kan doorstaan. Iets wat het heftigste zondvloed kan overleven. Dat is die ark. En die ark is de ark van het verbond. En wat is dat eigenlijk? Het verbond, is dat een contract? Een juridische overeenkomst? Is dat het huwelijk? Het verbond in de Bijbel is eigenlijk die vijf boeken. Dat verhaal van bevrijding. Niet zozeer van vrede, maar dat verhaal van beginnende vrede. Het verbond is de Pentateuch, de vijf rollen. En het is een soort kerkgang nadat Joshua dus voorop gaat op weg naar het beloofde land. Hij staat 's morgens vroeg op. Zo begint onze tekst vandaag. En wie staat nog meer 's morgens vroeg op? Nou ja, degene die uit de doden opstaat. Die omkeert van de doodlopende weg. Het begint in de vroege morgen. Zoals wie daar een beetje gevoelig voor is, merkt dat we inderdaad steeds minder duisternis hebben. En zij breken op van Sittem en ze komen bij de Jordaan. Hij en alle zonen van Israël. En dat opbreken, dat is kenmerkende voor de mensen van onderweg. Dat is kenmerkende voor de gemeente van de Thomaskerk, maar dat is ook kenmerkend voor al die mensen die zich nu samenvoegen in een protest. Je houdt het niet bij het oude. Je legt je er niet bij neer. En ook al moet het steeds weer opnieuw gezegd worden, en ook al heb je er genoeg van om steeds weer te zeggen dat je er genoeg van hebt, je blijft steeds maar weer onderweg. Je tent opnemen, opbreken en ga op reis naar het land dat ik je wijs. Hij en alle zonen van Israël. Ja, wie is ook alweer Israël? Dat is de vraag die we steeds in het leerhuis als gemeenteleden moeten stellen. Wie is ook alweer Israël? Dat is niet gesticht in 1948. Nee, dat is de nieuwe naam voor Jacob. Hij die de hiel ligt. De jongste, de tweede, de kleinste, de laatste na Esau. En hij kreeg 12 zonen van Jacob. Jacob kreeg 12 zonen van Ruben tot en met de Benjamin. En dat getal 12, dat valt hier eindeloos in onze tekstgedeelte. En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. En het blijkt maar weer telkens weer hoe actueel dat is. Als je de 12 hebt in de Bijbel, dan heb je de hele wereld. Als je het getal 12 hoort of ziet, gaat het om de ganse gemeenschap. Zij allemaal zijn kinderen van Abraham. Wat betekent vader van alle volkeren? Ook al denk je dat het de vader is van alleen Israël. Het wordt in die Bijbel dubbel bedoeld. Het gaat om Israël met zijn rol van bevrijdingsbeweging, met zijn opdracht. En tegelijkertijd gaat het idee omdat wij allemaal kinderen zijn van Abraham. En die trekken dus op onder leiding van de priesters, zou je kunnen zeggen. En wie zijn dat? Die priester is, zeg maar, die Covington, die ene die daarop staat. Het blijkt gewoon een leraar informatica te zijn uit Baltimore. Die gewoon is gaan reizen naar DC en dacht, nou ja, ik zet wel op Twitter morgen zo laat daar. En de volgende dag, aan het einde van die protest, zegt hij, morgen weer zo laat daar. En die groep blijkt steeds verder te groeien. Het is een vorm van elite, zou je kunnen zeggen. Want hij wil voorop gaan in die kerkgang. Hij wil voorop gaan in dat protest. Hij wil degene zijn die de ark van het verbond draagt. En als u dan toch een beeld wil maken bij dat ark van het verbond, denkt u zich dan een kruiwagen in, waarbij de dragers ook aan de voorkant zitten. En in het midden dus een ark waar die vijf rollen letterlijk in liggen. Waar dat verhaal waar wij ook weer voor samenkomen, je denkt, nou, is er geen klein stukje tekst weer uit Joshua vandaag. Dat ligt in die kruiwagen, dat ligt in die ark. Een draagbaar, aan de voorkant twee en aan de achterkant twee. Zoals een koning in India, bij wijze van spreken, werd rondgedragen. En dat gaat voorop.
En kom ook niet dichterbij bij dat geheim om de weg te kennen die gij gaan moet, want die, langs die weg zijt gij gisteren nog eergisteren voortgetrokken. Wij denken, ja, de geschiedenis herhaalt zich. We hebben dit al een keer gezien in de jaren 60 bij die burgeractivistenbeweging. Maar het is ook weer nieuw. Het zijn nieuwe omstandigheden. We hebben te maken met verkiezingen die voor de deur staan. We hebben te maken met een Trump-show zoals we die nog nooit hebben gezien. We zien de invloed op de rest van de hele wereld, hoe wij in Parijs, Berlijn en zelfs naar de Dam hier vluchten om dit te kopiëren. En zij nemen de ark van het verbond op en gaan voor het volk uit. Het is zoals de kerkenraad met elkaar nog even doorspreekt. Ja, we doen dat allemaal wel voor die camera, maar laten we ook even goed in zicht dat doen. Laten we elkaar niet de hand geven, laten we elkaar de hand op het borst leggen. Het is minuscuul. Zo'n ritueel doet er toe. Niet omdat het ergens toe dient, maar omdat het belang in zichzelf heeft. En ze gaan op reis, de zonen van Israël. En als het dus gaat om de zonen van Israël, gaat het dus in de Bijbel om de hele wereld. En het geschiedt. Zodra de voetzolen van die protestleiders, zodra de voetzolen van die priesters, die de ark dragen van het onuitsprekelijke geheim JHWH, op het water van de Jordaan hun voedsel zetten, dat water zal komen stil te staan. Het water zal worden afgesneden. De wateren die van boven af vloeien. En ze zullen stilstaan als één dam. En ja hoor, ze staan stil. De wateren die van boven af vloeien, ze rijzen als één dam. Zoals het water als een muur links van hen wordt en het water als een muur rechts van hen, bij de doorgang van Mozes met het hele volk, met de 12 stammen, door het Rietzee heen. En de priesters staan stil, de protestleiders, de mensen van de kerkenraad die voorop gaan. Onbewegelijk op de zandbedding, midden in het water, midden in de Jordaan, waar je normaal gesproken zou verzuipen. En heel Israël, oftewel alle zonen, alle 12, oftewel de hele mensheid, gaat over die zandbedding totdat de natie in zijn geheel het overtrekken van de Jordaan beëindigd heeft. En het wordt gezegd, nemen jullie 12 mannen. 12. En jullie moeten hier vandaan, midden uit de Jordaan, op de plaats waar je je voet zet, deze optillen. En waar die afdruk van die voedsel zit, waar je misschien nog maat 44 of het merknaampje ziet staan van Zara. Precies daar moet je een gedenksteen neerleggen. Op die plek, in dat water. Neem dus 12 stenen mee. En wanneer jullie kinderen dan later vragen, wat betekenen deze stenen? Dan moet je zeggen dat het water stilstond. Net zoals in de jaren 68. In de jaren 60. Net zoals bij de Rietzee. Want deze stenen zijn tot gedachtenis. Deze stenen zijn dus niet om nu naar de National Guard, die het wapen van Lincoln bewaren, naartoe te gooien. Nee, vreedzaam gebruiken we die stenen om ons, de zachte krachten van bevrijding, van de bevrijdingsbeweging, ons opnieuw innerlijk te maken. En zo tillen ze die 12 stenen uit het midden van de Jordaan naar het getal van die 12 stammen. En weet u dat water dat in één keer plotseling stilstaat? Dat is het water wat elke dag zo stroomt. Bergafwaarts. Mee met de grote stroming. Dat water staat voor de gevestigde orde. Dat staat voor ons primaire gevoel. Dat staat voor de natuur. Dat staat voor zo werkt het nou eenmaal. Waar mensen bijna alweer genoegen namen. Waar na het zoveelste protest politiegeweld toch weer terugkeert. Waarvan je op een gegeven moment moedeloos kan worden en denkt, dit zal nooit wel veranderen. Dit zal altijd wel zo blijven. En vandaag, bij de protest, bij de kerkgang, die essentieel is, vooropgegaan door de priesters, door de protestleiders, door de kerkgangsleden, precies daar waar die voet wordt gezet, waar normaal gesproken iedereen zou verzuipen in het water en kopje onder zou gaan en zijn hoofd niet boven het water zou kunnen houden. Precies op die plek komt een droog pad.
En op die plek waar de mensen, de dappere bevrijders, waar Jozua hij die bevrijdt en de priesters, zij die de ark van het verbond, zij die het verhaal dragen, hun voedsel zetten, op die plek ligt tot op de dag van vandaag een gedenksteen. En als u die steen optilt en die niet gooit naar de gevestigde orde, maar u zich herinnert dat u telkens weer opnieuw op reis gaat en telkens weer opnieuw zal zeggen, we hebben er genoeg van, om steeds weer te zeggen dat we er genoeg van hebben. En we zullen steeds weer zeggen dat de onderdrukking een diep gewotterd monster is, dat we langzaam aan het uitroeien zijn. Ja, dan zullen we pas echt het beloofde land in kunnen gaan en zullen we opnieuw door het water van de Rietzee gaan, zoals wij nu onze voetzolen zetten op het water van de Jordaan. Amen.